Bij ons thuis stond de deur altijd echt open voor iedereen. En ik heb gezien wat voor verschil dit kan maken. Gelukkig heb ik zelf weinig tegenslagen gekend in het leven, maar helaas een heleboel andere mensen wel. Door mijn werk in de maatschappelijke opvang zie ik dit helaas dagelijks. Daarom vind ik ook dat de politiek er moet zijn voor iedereen om echte kansen te bieden en om een verschil te kunnen maken. Daarom is de Partij van de Arbeid mijn partij. Kansen bieden betekent talent te benutten. Die kansen kreeg ik als Koerdische vluchteling uit Irak niet in mijn eigen land. In Nederland ging een hele wereld voor me open. Ik kon mezelf ontwikkelen in dingen waar ik goed in ben en dingen die ik leuk vind. Voor PvdA telt iedereen mee. Niemand wordt buitengesloten. Maar je wordt wel aangesproken in verantwoordelijkheden. En er wordt verwacht dat je bijdraagt aan de samenleving. En daarom is Partij van de Arbeid mijn partij. Wij waren met 10 kinderen thuis. Een groot gezin. En hebben de armoede uit de crisisjaren van 1930 aan de lijve ervaren. Vader en moeder hebben ons geleerd, wil je iets bereiken, dan zullen we het samen moeten doen. Partij van de Arbeid heeft vele jaren meegedaan aan de regering. En altijd gestreden voor een sociaal beleid en eerlijk verdelen van het inkomen. En daarom is de Partij van de Arbeid mijn partij. Ik ben opgegroeid in een arbeiderswijk in Dordrecht. Een wijk met veel jonge gezinnen en ouderen. Daar deden we alles met elkaar en voor elkaar. Patatbakken en pannenkoekenbakken deed vaak één gezin voor de hele straat. Als ouderen hulp nodig hadden, dan werd die gegeven. Boodschappen doen, het huishouden doen of gewoon gezellig een kopje koffie. Ik woon nu in een volkswijk in Rijswijk. Ik zie dat die sociale cohesie meer dan ooit nodig is. Mijn partij zorgt daarvoor. En daarom is de Partij van de Arbeid mijn partij. Het mag niet uitmaken waar je wieg heeft gestaan. Of dat nu hier in Amsterdam-West is, of in Rusland of in Soedan. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Vanuit die overtuiging ben ik politiek actief en voel ik me thuis bij de Partij van de Arbeid. Helaas is er nog heel veel ellende in de wereld. Denk bijvoorbeeld aan de oorlog in Syrië of de vreselijke arbeidsomstandigheden in de textielfabrieken in Bangladesh. De PvdA is een partij die internationale solidariteit hoog in het vaandel heeft staan. En daarom is de Partij van de Arbeid mijn partij.